Het doel is dat mijn dieren verbinding met elkaar hebben. Dat het wel ook uit hun eigen intentie de verbinding is. Hij houdt echt van aanraking. Paarden trainen, dat hebben jullie wel gemerkt. Dan kunnen jullie gaan spieren op verzuren. Heb je zelf ook wel een spierpijn gehad, een van jullie, of nog nooit? En jullie zijn nog jonger, het wordt alleen maar erger als je ouder wordt. Hè? Dan krijg je natuurlijk sterkere spieren. En dan moet je ook een beetje gymnastiseren en trainen. En wie zit hier op gym? Steek de vingers eens op. Een paar zitten echt op gym, dus dat is mooi. Want dan word je ook wat flexibeler van. En als je wil paardrijden, moet je natuurlijk zelf ook heel fit en soepel zijn. Dus hebben jullie een beetje last van je rug van het feestvieren en het lopen? Sommige mensen wel een beetje. Nou, dan ga je dus elkaar zo meteen afstrijken. Rug. Natuurlijk al kennis gemaakt op het blok. Hè. Toen de vader op het blok ging staan, ging hij allemaal hem even aaien. Dat hij even wist wie jullie waren. En nu kent hij eigenlijk jullie al. Dus hij is gelijk eigenlijk heel rustig. Dan ga ik ondertussen de vader al even lekker afstrijken. Zo, dan ga ik hem even lekker aaien. Dat hij even lekker ontspannen wordt. 5 keer minimaal op 1 plek. Nu doe ik alleen even afstrijken. Dat doe ik eventjes heel kort. Want straks, daarom gaan we ook even beginnen met Nevada, dat jullie weer even kunnen wennen, hoe dat ook alweer gaat als een paard gaat liggen. Is voor een paard natuurlijk heel spannend, hè? Want wat is een paard en wat is een hond? Ja, een paard is een vluchtdier, een hond is een roofdier. En Sky en Nevada zijn natuurlijk vriendjes aan het worden, die zijn aan het samen leren werken. Dus is het heel belangrijk dat de sfeer goed is van de mensen eromheen. Ook als er bijvoorbeeld gefilmd wordt, er meer mensen zijn, dat ze daaraan wennen. Dus dan Sky is al een beetje de omgeving aan het verkennen, die ruikt allemaal geurtjes. Nou, daar reageert Sky dan bijvoorbeeld weer op. En de vader is natuurlijk een hengst, die kan reageren als er in één keer merries voorbij lopen. Dat hij denkt, hé, dat is interessant, wil ik wel even naar kijken. Nou, dan is het heel belangrijk dat hij goed is opgevoed en goed begrijpt dat we als wij hier werken met z'n allen, dat hij dan heel rustig blijft. Ze dus kan je ook even afstrijken. En gewoon om even te voelen of ze ook ontspannen zijn. Dus dat is ook heel fijn met de gouache als je dat thuis bij je pony doet. Dat je even kan checken of ze lekker rustig zijn. Natuurlijk ook veel makkelijker oefeningen aanleren dan dat ze natuurlijk gespannen zijn. Ja, die vraagt gewoon even, zegt ja, dat is fijn. Dat is lekker. Dus je kan het ook op je hond thuis oefenen. Dat vinden ze ook heel lekker. Katten soms ook wel. Goed er, meid. Kijk, dat vindt ze heerlijk. Ze denkt gewoon van, nou, dit wil ik even zo. Ja, gaat ze even lekker bij liggen. Dan zeg ik, klaar, Sky. Want we gaan zo nog wat andere dingen doen. Ja. Ben je er klaar voor? Kom, op. Gaan we netjes zitten. Handen omhoog. Zo, op. Blijf zitten. Ze is dan valt ze bijna om. Hoe voelt dat zo'n steen als je die vast hebt? Is dat zwaar of licht? Licht? Goed zo. Nou, dan ga je maar gewoon een beetje mee spelen. Dan kan je gewoon lekker in je hand houden. En je kan een beetje strijken op je armen bijvoorbeeld. Of op je benen. Dan ga je maar gewoon kijken of je lekker ontspannen wordt. En als je strijkt, naar beneden. En dan altijd als je je armen en je benen afgestreken hebt, even met je handen weer een keer omhoog. Dat de energie weer terugstroomt. Aan. Sky, neem je Sun even mee. Ga ze maar helpen, Sky. Goed zo. Ja, hi. Sky, kom je? Zo. Nee. Kom je ook even kijken, meid? Wil je ook een steen? Kijk. Geef Sun ook een steen. Kijk eens. Deze is voor jou. Wil je deze hebben? Die is mooi. Zo. Neem ze ook een steen mee. Gaan we zo meteen de vader dus weer laten liggen. Dan gaan we weer heel rustig doen. Dat een vader heel ontspannen is. Gaan we even kijken hoe dat gaat. Ga maar down. Doe maar heel rustig vandaag, Nevada. Goed kijken waar je gaat liggen. Ga maar down. Down. Ga je ook liggen, Sky? Ja, niet aan zijn ogen likken. Ook liggen, Sky. Down, Nevada. Down. Sky. Ja. Oh, zo. Hoppa. Sky ook liggen. Goed zo, meid. Zo. Nou, daar liggen ze dan. Oh, even een diepe zucht. Nou, dan gaan we het rondje wel heel voorzichtig iets eromheen aanpassen. Want het is me niet gelukt helemaal in het midden vandaag. Dus dan mogen jullie heel voorzichtig even ietsje schuiven dat Nevada het midden is. Dat is natuurlijk fijn ook voor de oefeningen die we zo gaan met hem gaan doen. Ja, Sky, lig, plat. Oké, doe maar meiden. Goed gedaan, dames.
Goed zo, vrouwtje. Goed zo. Ja. Nou, mijn vader is weer lekker ontspannen. Want hij is nog heel jong, hè? Heel rustig aaien. Goed zo. Hij kan nog in één keer opstaan, wat hij het spannend vindt. Hij is 2 en dan gaat hij zitten. Oh. Heel goed. Zo. Knapper van jou. Ja, dan gaat hij even zitten. Goed zo, ga je zitten? Goed zo, ja. Netjes, jongen. Hele goede pony, ja. Het is ook een heel lief hengstje, alleen hij is pas 2, dus echt nog een babypaardje. Lief, hè? Ja, en hij lijkt op mijn vader in het kleine. Ja. En zitten, en heel veel knuffelen. En we doen dat ook grondwerk, doet jullie met hem natuurlijk, hè? Wil jij er even bij, jullie? Zo, gaat hij even weer opstaan. Gaat hij eens even kijken, wie zijn jullie allemaal? Ja. Hij is heel vriendelijk, maar het is wel een jong hengstje. Dus hij kan af en toe een beetje met zijn mondje zo een beetje iets willen afvoelen. Ja. En dat moet hij nog een beetje leren, dat eigenlijk natuurlijk niet mag, hè? Hij moet gewoon rustig blijven staan, net als een vader. Een goed voorbeeld aan de vader doen, hè? Leuk, hè? Dit is de geboortepony van Sunnery. Jolie heeft Napoleon als geboortepony, alleen Sunnery heeft geluk, want Jolie kan hem gaan trainen. Goed zo, braaf, jong plat, super. Kom maar, even Sky lig. Heel veel tegelijk doen, hè? Oh, pas op, jongen. Rustig blijven. Goed zo, Sky. Zo. Super. Nou, dat is toch knap van hem, hè? Kom maar, down. Ja, oh, pas op met die lange benen, hè? Want ik zit hier ook. Wat heb je dat goed gedaan, kereltje? Ja, want hij vond het eerst heel spannend om natuurlijk dicht bij Nevada te komen. Dat is natuurlijk de grote hengst. En dan begint hij het al een beetje te leren. Hij gaat weer liggen. Goed zo, kind. Goed zo. Wat goed van jou. Ja, het is een hele slimme pony, hè? Down. Hij is heel lenig. Zie je dat? Ja, een mini Nevada'tje. Mag hij eigenlijk niet? Gaat hij opeten? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. En het wordt... Ja, dat is braaf. Goed. Dus ook nee en ja kunnen ze natuurlijk leren. Hè? Dat als ik iets niet wil, zeg ik nee. Als ik iets wel zeg, zeg ik ja. Zo. Heel goed. Zo. Zo, hartstikke goed. Dan gaan we even allemaal aan de kant. Dan gaan we zeggen let op. En dan zeg ik en op. En op. Goed zo, vader. Dat is nog mooiere zit. En op. Goed zo. Hebben jullie al bij even geoefend met de steen?